Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer met jullie een blik werpen op Team 3 of Team 3, uitgegeven door Brain Games. Het is een spel voor 3 of 6 spelers waar je ongeveer een 30 minuutjes mee zoet bent. En in dit spel ga je proberen om een bepaalde vorm die op een kaart afgebeeld staat na te bouwen. Maar zo simpel als ik dat nu zeg, zo lastig maakt het spel je. En jullie zien aan de voorkant hier de 3 aapjes horen, zien en zwijgen. En zo worden de 3 spelers ook verdeeld. 1 iemand krijgt te zien wat er gebouwd moet worden, maar die mag dat alleen maar in gebaren uitdrukken. Een 2e speler moet die gebaren interpreteren en vertolken in woorden naar een 3e speler die blind is en alleen mag voelen en op die manier probeert het bouwwerk te bouwen. En dat is het idee van het spel. Dus laten we eerst maar eens gaan kijken wat er in deze box zit. Het spel is bedacht door Matt Fantastic en Alex Cutler en wij krijgen de spelregels in verschillende talen, waaronder ook het Nederlands, die zijn duidelijk opgezet met een uitleg van de standaard game. En als je jezelf echt een uitdaging wil geven en je in teams wil spelen, dan heb je de dimensionale druk waar ik nog snel even op terug zal komen. Verder krijgen wij de blokken waarmee wij onze opdrachten moeten voltooien. Dat zijn dikke plastic blokken, elke kleur 2 keer. En we krijgen de verschillende opdrachten door sterren weergegeven in welke moeilijkheidsgradatie. 2 sterren, 3 sterren, 1 ster. Even de rollenkaarten. Een standaard waar je een opdracht in kan zetten. En hier heb je, als je zegt ik ben echt toe aan een pittige uitdaging, de 3-dimensionale opdrachten. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Je krijgt allemaal een rol. Je hebt de architect die weet wat we moeten bouwen, maar die mag niks zeggen. Je hebt de opzichter die kijkt naar de architect. Die probeert middels gebaren duidelijk te maken wat er gebouwd moet worden. En die zegt dat tegen uiteindelijk de bouwer zelf. En de bouwer is geblinddoekt of heeft zijn ogen dicht. Die krijgt alle blokken voor zich op tafel en die moet het bouwwerk daadwerkelijk bouwen. Verder heb je een timer nodig. Je hebt 3 minuten de tijd om een bouwwerk te bouwen. En het aantal bouwwerken wat je moet voltooien is afhankelijk van het aantal spelers plus de moeilijkheidsgradatie. In dit geval spelen wij 1 speler moeilijkheidsgradatie. Dat betekent dat je 1 ster hebt plus 3 spelers, dus 4 opdrachten moeten wij voltooien. En om te winnen moeten we van deze 4 opdrachten er zoveel voltooien als dat er spelers zijn. Dus we zijn met z'n 3, dus we moeten er 3 voltooien. Dat is hoe we het opzetten. Laten we maar eens gaan spelen. Het spel begint natuurlijk met de architect. Die heeft de kaart met de opdracht daarop staan. Op die opdracht staat een zwarte lijn en dat geeft aan de tafel. Dus hij moet op deze manier gebouwd worden. En die opdracht moet dus binnen 3 minuten voltooid worden. Als architect mag ik geen geluiden maken. Ik mag geen woorden gebruiken. Ik mag alleen maar gebaren gebruiken. Ik mag ook niet wijzen. Ik wil dat je die daar neerlegt. Je moet aangeven wat je wil. Dus je geeft bijvoorbeeld aan door in de lucht te tekenen. Het eerste blok wat ik neer wil leggen is bijvoorbeeld deze zwarte. Dus ik geef aan, bijvoorbeeld ik kan wijzen naar mijn eigen trui die zwart is. Of ik kan zeggen ik wil graag dat je dit blok pakt met 1 stukje erop. Dus ik probeer op die manier probeer ik het uit te maken. Of ik teken hem in de op tafel. Ik wil dat je dit blok pakt. Nou, dan gaat, als het goed is, de opzichter doorhebben wat ik bedoel. Die zegt, oké, je moet het zwarte blok pakken. Ja, dat kun je wel zeggen tegen hem, maar die weet niet wat het zwarte blok is. Dus die kan zeggen bijvoorbeeld, je moet het blok pakken wat 3 lang is. Met in het midden aan 1 kant een uitsteeksel. Nou, en de speler die dus moet bouwen, die gaat voelen welk stuk moet ik hebben en die pakt dan waarschijnlijk wel het goede stuk en dan moet ik gaan uitleggen hoe wil ik die hebben en dan ga ik bijvoorbeeld zeggen ik wil hem plat op tafel door mijn hand zo plat op tafel te leggen en dan hoop ik dat hij dat snapt en zo ga je dus proberen communicatie te maken. Ik geef aan wat ik wil, hij interpreteert het en hij gaat het bouwen. Nou, en laten we zeggen voor het voorbeeld dat hij hem daadwerkelijk plat op tafel weet te leggen met nog het puntje omhoog ook nog. Want plat op tafel kan ook zeggen, zo plat op tafel. Nou ja, dan kan ik zeggen draaien of whatever.
En dan wil ik het volgende blok. Nou, wat zullen we doen? We kunnen het kruis pakken. Ik wil dat je het kruis pakt. Nou, hij gaat uitleggen, pak het kruis. Dus hij gaat weer zoeken, waar zit het kruis, welke is het kruis? Hij pakt een kruis. En dan moet ik weer uitleggen, hoe wil ik dat kruis erin hebben? Nou, bijvoorbeeld, ik wil hem aan de linkerkant. En ik wil dat je hem er tegenaan schuift. Oh, nou. En dan hoop ik dat ik het goed doe. Nou, enzovoort, enzovoort. En zo ga je dus op jouw manier als architect uitleggen aan de opzichter wat je wil. De opzichter gaat vertellen aan de bouwer wat hij moet doen. En dan hoop je door communicatie op de juiste snelheid te krijgen, alles voor elkaar te krijgen. En lukt het je binnen 3 minuten om deze vorm daadwerkelijk te bouwen? En dan spelen we eventjes een klein beetje vals door met open ogen te bouwen. En dit is natuurlijk een heel naar stuk. Lukt het om het gebouw te bouwen binnen 3 minuten? Klopt het met de afbeelding? Dan hebben we de kaart gescoord. Hebben we 1 punt binnen. Nou, we zijn met z'n drieën, dus we moeten 3 punten hebben. De rollen schuiven door. De volgende speler pakt de volgende opdracht. En we gaan weer vrolijk verder. En dit zijn nog maar de niveau 1 opdrachten. Je zult zien als je jezelf wat meer wil uitdagen. Kun je zeggen, ik ga niveau 2 opdrachten pakken, dan heb je nog veel meer blokken nodig en dan worden de vormen nog gekker. Niveau 3, dat zijn helemaal creatieve bouwwerken, daar moet je wat meer gaan balanceren. En de 3D bouwwerken, die geven aan dat het vooraanzicht er op deze manier uit moet zien. Je hebt elk blok maar 1 keer nodig, je mag elk blok maar 1 keer gebruiken en zo moet het eruit zien als ik van de voorkant er naartoe kijk. Het spel geeft hier een mooie afbeelding. Dus je moet dit zien en dan hebben ze het op deze manier hebben ze het gebouwd. Ja, dat is, je snapt al, dan wordt het best wel ingewikkeld. Maar dat is het principe van Team 3. Lukt het je om een aantal opdrachten gelijk aan het aantal spelers te voltooien, dan win je het spel. Lukt dat niet, dan verlies je en zul je het opnieuw moeten proberen. En zo wordt Team 3 gespeeld. Team 3 is een vermakelijk spel om te spelen. De communicatie op verschillende manieren zorgt voor leuke misvattingen, misstanden. Dat is vermakelijk. En dat gecombineerd met een gezonde tijdsdruk maakt het een aangename race om zo snel mogelijk bepaalde opdrachten te voltooien. En de uitdaging kun je zelf aanpassen van 1 tot 3 sterren tot en met 3-dimensionaal bouwen. En zo kun je het afhankelijk van de groep waarmee je het speelt uitdagender maken. Het is een spel wat volgens mij iets meer in de richting van een educatief spel zit. Voor kinderen is dit natuurlijk helemaal fantastisch. Allereerst is het grappig om in die verschillende rollen je ding te doen. Dus communicatie, gebaren, het goed doorgeven en blind bouwen vind ik zelf erg grappig. En aan de andere kant leer je een stukje ruimtelijk inzicht. Hoe bouw je de blokken, hoe draai je ze, hoe leg je ze neer. En je leert een stukje communicatie. Dus dat zijn best wel goede elementen die dit spel aan tafel brengt. En speel je het met kinderen, dan is het gewoon super leuk. Zij leren er wat van en hebben schik. En zelf moet ik eerlijk gewoon toegeven, heb ik ook heel veel plezier met gewoon proberen te interpreteren wat iemand bedoelt. En dat doorgeven aan de bouwer. Of als bouwer kijken of je het een beetje in elkaar kan knutselen. En naarmate het moeilijker wordt, dan krijg je dus ook dat ze de X bijvoorbeeld op deze manier gaan neerzetten. En daar dan weer stukken in zetten. En zo wordt het steeds lastiger om een bouwwerk in elkaar te zetten. Kortom. Alle rollen hebben iets vermakelijks. Is dit een spel wat ik speel veel zal spelen? Nee, ik denk ook niet dat ik de doelgroep ben voor dit spel. Maakt dat het een slecht spel? Absoluut niet. Ik denk dat het een uitstekend spel is, zoals ik al zei, om kinderen spelenderwijs een stukje communicatie en een stukje ruimtelijk inzicht bij te brengen. En daarnaast is het ook leuk om gewoon mee te doen en de lol te ervaren van het knutselen, wat soms goed gaat en soms minder. En je zult merken, doe je dit meer, word je ook echt wel handiger hierin. En om die reden geef ik het vanuit mijn perspectief een 6, omdat ik het waarschijnlijk zelf niet zo snel op tafel zal leggen. Maar neemt niet weg dat het spel op zichzelf prima is. En voor de juiste doelgroep een dikke aanrader. Spellen Zolder.